Vandaag bij mij aan tafel de burgemeester van Wassenaar, Jan Hoekema. De drijvende kracht achter de koningsspelen, Richard Krajicek. En de Haagse dassenkoning, Tony Tetro. U kijkt naar Frits. Dames en heren, u kijkt naar de wekelijkse talkshow van Omroep West over ondernemen, politiek, kunst en cultuur en sport. Kortom, welkom bij Frits. Met een Wimbledon titel op zak en een eigen foundation die jongeren aan het sporten krijgt, lijkt hij mij de logische voorzitter van het comité Koningsspelen. En dat ben je dus ook. Richard Krajicek, welkom. Dank je. Was dat inderdaad zo logisch dat jij de voorzitter van de Koningsspelen werd? Zo werd ik wel heel snel gebombardeerd. Ik ben gevraagd voor het Nationaal Comité Inhuldiging. Nou, de eerste vergadering gingen we bedenken van, god, wat kunnen we allemaal doen? En ik kwam met het idee voor de Koningsspelen. En toen zei iemand van, nou, mooie subgroep, jij bent voorzitter. Dus ik weet niet of ze dat echt vonden of ze hadden van, nou, dat mag jij lekker gaan regelen. Ja. Ja, dat is altijd het gevaar als je goede ideeën inbrengt natuurlijk. Ja, toch? De Haagse dassenkoning, zo wordt mijn volgende gast genoemd. Maar ook voor de lunchende society is Tony Tetro geen onbekende. Welkom Tony. Dankjewel. Ja, de dassenkoning. Ja, zo word ik genoemd, ja. Maar is dat een titel die je jezelf hebt aangemeten gekregen? Die titel die hebben ze me gegeven. Dat was zo lang geleden, toen waren die dassen nog helemaal in natuurlijk. En toen werd er een keer een foto gemaakt met de KVA-specialist, Jacobus Toet, dat was de KVA-koning. En dan hadden we in Rotterdam, dus de modekoning was Theo Seidhoff. En we werden met z'n drieën gefotografeerd, dus ik was dan de dassenkoning. En zo is dat natuurlijk, dat heeft een vlucht genomen, dat is ongelooflijk. Maar wel een mooie titel om te hebben. Wel een mooie titel, ja. Ja. En dan, sinds een maand is hij opnieuw benoemd tot burgemeester van Wassenaar. Jan Hoekema, ja, blij en opgelucht dat je door mag, Jan? Nou, blij met het vertrouwen wat de Raad mij heeft gegeven. En zonder u te willen corrigeren, meneer Hoefnagel, ik ben voorgedragen voor herbenoeming. Ja. De minister van Binnenlandse Zaken moet dat nog formeel En dat gaat dan 1 juli pas in? Ja, we doen in Nederland alles, althans sommige dingen een beetje langzaam. Je wordt dus voorgedragen door de Raad. Ja, en een beetje dubbel ook. Nou, dubbel weet ik niet. De Raad draagt voor. De minister maakt een koninklijk besluit, keurt dat goed. En dan gaat het op een gegeven moment in. Dat duurt allemaal een paar maanden. Maar het komt allemaal goed. Maar Jan, je bent al burgemeester. Ja, dat blijf ik ook gewoon elke dag. Dus dat blijf je gewoon. Ja, okay. Daar komt het op neer. Nou, gelukkig. Gefeliciteerd daarmee in ieder geval. Die herbenoeming had wel een beetje voeten in de aarde. Want er waren twee partijen in de Wassenaarse gemeenteraad die zeiden van, nou ja, we weten het nog niet zo goed. Inmiddels alles weer koek en ei. Nou ja, de gemeenteraad gaat erover. De vertrouwenscommissie, zo heet die commissie uit de raad die een aanbeveling aan de raad doet, die gaat erover. Die heeft uitgesproken dat ik word herbenoemd. Wat anderen doen, roepen en schrijven, doet er verder niet toe. Het is een vertrouwelijke procedure en ik ben voorgedragen voor herbenoeming. Dus daar ben ik verheugd over dat vertrouwen. Ja. Nou, was de laatste tijd politiek sowieso een beetje onrustig, hè? Dat die zogenaamde seksrel was er. En wethouders die opstappen en dan nieuwe die weer aanstellen. En als burgemeester, ja, dan kun je vaak daar toch niet zoveel aan doen. En dat overkomt je dan een beetje. Baal je daar dan van? Soms denk ik het zou aardig zijn als Wassenaar ook weer met echt positief nieuws naar buiten treedt. Dat gaan we ook echt het komende jaar, daar hebben we het misschien nog over doen. Zo seksrel, ja, dat overkomt je. Ik was daar niet bij. Het is onderzocht. Er zijn maatregelen genomen. Het college in december is opgestapt, zoals u weet. Er is een nieuw college met hardwerkende wethouders van buiten. We hebben twee informateurs, professor Joop van den Berg en Bruel Bruins, nog bekend uit de Haagse politiek, naar gekeken. Ja. Die hebben ook aanbevolen, er moet nu een college komen wat hard gaat werken, wat transparant optreedt. Ja, mijn motto voor de komende maanden is een beetje rust, reinheid, orde, tucht en regelmaat. Ja. Dat is een mond vol, maar dat hebben we ook echt wel nodig. Maar dat klinkt wel heel passend bij een heel toch wat saaiig villa-dorp. Nou, saai, u moet eens komen. Er gebeurt heel veel. Het is een prachtige groene oase. Maar ik zeg dat omdat toen je burgemeester werd, toen dacht je natuurlijk, nou jongens, dit is niet het moeilijkste wat ik ga doen in mijn leven. Nou, dan krijg je al dit gedonder. Ik heb natuurlijk al een beetje gekeken naar de geschiedenis van Wassenaar van de laatste 10 tot 15 jaar. En een burgemeester die in 2005 heeft moeten opstappen, is natuurlijk ook niet een vrolijk bericht. Een waarnemer er is gekomen, geeft ook wel aan dat er iets aan de hand was. Ja.
Dus ik heb wel mijn beste krachten ook moeten wijden en ook gewijd aan het belang van deze gemeente. En je wist al, het is helemaal niet zo rustig villadorp. Het is niet altijd een heel rustig villadorp. Dus veel dynamiek, laat ik het zo uitdrukken. Wat niet zozeer een rel was, maar wat wel ook negatief nieuws was, wat we toch even moeten aansnijden, ook denk ik de hele situatie rondom Anas. Ja. Dan was ze daar natuurlijk ook niet positief mee in het nieuws. Ja, kan je ook niks aan doen als burgemeester natuurlijk? Nee, maar het is vooral een menselijk drama voor de kijkers die dat niet weten. Het is een 13-jarige jongen van Marokkaanse origine. Die is overleden, naar alle waarschijnlijkheid suïcide. Dat is een verschrikkelijk verhaal. En dan word je daarmee geconfronteerd. Hij was zoek, hij is gevonden. Politie en justitie hebben eraan gekeken, een rapport uitgebracht, suïcide. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Een 13-jarige jongen, dat gebeurt in Nederland niet vaak, dat jongeren van die leeftijd zich suïcideren, zelfmoord plegen. En dan ben je als burgervader enorm betrokken bij dat gezin. Ik ben er ook vaak op bezoek geweest. Betrokken ook bij de mensen in de wijk. Want die hebben onrust. Die denken, is dat wel echt zo gebeurd? Wat is er precies gebeurd? Dus ja, dat de drama... vader van het jongetje onder andere, die trok in twijfel of het wel suïcide is, zelfmoord. Ja. Ja. En het onderzoek loopt nog? Het onderzoek loopt nog. Ik heb met het OM ook gesproken. En men verwacht toch wel begin mei dat onderzoek af te ronden. Dat duurt langer dan je hoopt. Het is zeer zorgvuldig werk, forensisch onderzoek. Je moet al die sporen nalopen. Wereldwijd bij wijze van spreken. Dus ik hoop dat het onderzoek snel komt. En dat het ook klare wijn schenkt. Want mensen blijven met vragen zitten. Dat begrijp ik ook. En ja, ik heb de vader en de moeder niet aan touwtjes. Maar ik hoop echt dat ook de rust weerkeert. En dat ook dat gezin de gelegenheid krijgt om te gaan rouwen. Want het is nogal wat er gebeurd is in zo'n gezin. Ja, want wat is dan eigenlijk de rol van de burgemeester in zo'n situatie? Die is burgervader streep burgermoeder. Ik ben de eerste avond ook bij die moeder en de tweelingzusje van Anas op bezoek geweest. Dat is natuurlijk heel heftig en heel confronterend. Ik ben daar later nog een aantal keren terug geweest. Ik heb heel veel contact gehad met de school. Want hij zat op school in de brugklas. Een hele veelbelovende, bijzondere leerling. Ik heb heel veel contact gehad met de buurt. Een buurtbijeenkomst belegd waar 100 mensen kwamen om te praten over wat is er nou precies gebeurd. Ja, dan ben je echt de burgervader en de burgermoeder. Dan laat je al het andere werk uit je handen vallen. Dat moet ook. En dan is het ook een mooi vak om te doen, hoe tragisch deze aanleiding ook was. Het is een prachtig vak om te doen. Richard, jij hebt wel eens aangegeven dat je misschien op langere termijn ook nog wel een politieke carrière ambieert. Als je dat nou allemaal zo hoort, weet je het wel zeker? Ik heb de ambitie al een beetje afgezwakt. Maar wat wel mijn ambitie is, dat sport beter op de agenda komt te staan. Zou ik maar zeggen, ik ben nog steeds voor een apart ministerie voor sport. Maar ik denk dat minister worden, daar zijn heel veel experts voor. En heel veel mensen die er verstand van hebben, die dat kunnen. Daar laak ik aan andere mensen over. Maar nog steeds zet ik me zoveel mogelijk in om sport op de agenda te krijgen. En eigenlijk koningspelen is bij wijze van spreken ook een onderdeel van. Je laat zien hoe je mensen in beweging krijgt, letterlijk en figuurlijk. Maar Krajicek als minister van sport, ik zou dat wel zien zitten. Ja, dat weet ik niet. Even niet. Laten we even zorgen dat het eerst ministerie komt en dan gaan we verder kijken. Oh, je wilt het eerst geregeld hebben. Ja. Heeft de Krajicek al een partij? Hij heeft al een foundation, dus die partij zal ook wel goed zijn. Tony, politiek, dat lijkt me niet echt iets voor jou. Nee, wel. Niet jij lijkt me echt een ondernemer die gewoon door wil pakken. Door wil pakken en door moet gaan. En wil bepalen ook waar het naartoe natuurlijk, gaat. Natuurlijk, waar het naartoe gaat. Eigenlijk wel, ja. Ja, dus... Geen politiek voor mij, nee. Ja. Zeer zeker. Politici wel een beetje behoorlijk dassen? Ja, zeker wel. Want ik lever diverse politici. Lever ik de dassen. Daar maak ik de dassen voor. Ja. Nou ja, Jan, er was dus een wat roerige tijd in Wassenaar. Maar er komen ook mooie tijden aan, volgens mij. In ieder geval je herbenoeming. En dan is natuurlijk de vraag, wat wil je dan in die tweede periode nog bereiken? Wat staat er op jouw agenda? Nou ja, het dorp ligt er mooi bij, is mooi aangehard, zoals mensen ook wel zeggen. Dat kost geld. Wij hebben ook een gemiddeld belastingniveau. Het lijkt soms, omdat die huizen veel waard zijn, dat er in Wassenaar heel veel belasting wordt betaald. Maar het gemiddelde belastingniveau hebben we moeten ook proberen. Ja, je bedoelt, er wordt wel veel geld betaald, maar niet, het percentage is niet zo hoog. Dat heeft u goed formuleerd, meneer Hoefnagel. We proberen met dat bescheiden belastingniveau ook uit te komen. Dat we niet de lasten hoeven te verhogen om toch die wegen, die parken, al het groen goed te onderhouden. We zijn ook begonnen met een hele intensieve samenwerking met de buurgemeente aan de overkant van de bekende Rijksstraatweg Voorschoten. We doen met twee gemeentes, hebben we één ambtelijke staf, die werkt dus voor twee zelfstandige gemeentes. En er gaat wel een miljoen euro per gemeente van die personeelsbegroting af. Dus we gaan ook heel erg bezuinigen op het aantal mensen wat we in dienst hebben. En tegelijk proberen de kwaliteit van wat we doen ook goed te houden. Dus dat is wel een opgave met minder geld meer doen. En zoals u weet, er komt heel veel op ons af, gemeentes. Grote operaties, decentralisatieoperaties, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Participatiewet, de Jeugdzorg. Dus het Rijk duwt heel veel taken naar de gemeente,
zonder dat het geld wat er eigenlijk bij zou moeten ook aan ons wordt gegeven. Ja. Dus veel doen met weinig geld. Ik zou bijna zeggen, niks nieuws onder de zon. Het klinkt redelijk bekend, ja. Want vroeger was decentraliseren ook een synoniem voor bezuinigen. Ja. En tegenwoordig heet het dan decentraliseren, taakstellingen, maar het is natuurlijk ook bezuinigen. Ja. En juist dit soort zorgonderwerpen voor kwetsbare mensen, de jeugdzorg bijvoorbeeld, we hadden het over een ANAS en andere zaken. Dat is heel kwetsbaar materiaal. En daar moet je ook voor zorgen dat de kwaliteit ook wordt gehandhaafd door de gemeente. Ja, wie ook nog op je af gaat komen is minister Plasterk. Ja. Die wil toe naar minder provincies, die wil toe naar minder gemeenten. Wie zijn dan de logische partners voor Wassenaar? Hij was deze week al op bezoek, afgelopen woensdagavond op Kasteel Duivenvoort. Dat ligt in Voorschoten. Wij ontvingen hem, Voorschoten Wassenaar, met open armen om te luisteren naar zijn visie. Ja. Het leek erop dat hij wil dat alle gemeentes 100.000 plus zijn. Dat is niet zo. Wat we wel gaan doen is samenwerken met Voorschoten, dat zei ik al, maar ook heel intensief met Leidschendam-Voorburg, hier vlakbij. Met die twee andere gemeenten gaan we alle grote taken doen die ik net noemde, de drie grote decentralisatieoperaties. En we gaan heel intensief met die drie gemeentes samenwerken. Ja, maar dat is nog geen fusie en dat is wat de minister wil. De minister wil geen fusie. Die wil heeft kijken. Hij dat gezegd? De minister wil geen fusie. Achter gesloten deur. Dat heeft. Nee, dat was openbaar. Heeft hij dat stiekem tegen jullie? Nee, het heeft in de krant gestaan. Ah. En uw politieke vriend, de heer Rutte, heeft al in het debat over het regeerakkoord aangegeven dat het geen verplichting is, 100.000 plus gemeenten. Maar dat het een optie is waar gemeenten zelf voor zouden mogen kiezen moeten als kiezen. Ze dat willen. Ja. Nee, niet moeten kiezen. Oh. Meneer Hoefnagel, kiest uw woorden, mogen kiezen. Zo'n termijn duurt 6 jaar hè, als burgemeester. Klopt. Wat nou als D66 weer in het kabinet komt en er komt iemand langs en die zegt, Jan, we zien in jou een hele goede minister? Ja, kijk, ik ben qua leeftijd een actieve senior en die vraag wordt me om de paar jaar gesteld. Ik heb het prima naar mijn zin in Wassenaar. Ik doe dat met heel veel plezier. Ja, nee, en dat antwoord geef je dan altijd. En de fractie telt, de fractie bijvoorbeeld, er kunnen ook ministers uit andere geledingen komen. De fractie telt heel veel, ook hele jonge mensen. Ja. En op dit ogenblik zit D66 niet in het kabinet. En nee, de verkiezingen maar het zijn zou zomaar kunnen. En misschien dat ze dan juist een ervaren man als Jan klinkt geweldig, hè? Ja. Ja, klinkt geweldig. In 2016 zijn de verkiezingen. Gemeenteraad gezeten in Leiden, Tweede Kamer gezeten. Heel mooi. Ja. Prachtig. Ja. Je kan mooi. Ja, heel mooi perspectief. Maar ik doe het met veel plezier elke dag in Wassenaar. Ja. En de politiek is een buitengewoon onzeker vak. Als minister kan je trouwens ook gewoon in Wassenaar blijven wonen, toch? Alles zou kunnen, maar laten we nou niet zo speculeren op iets wat nog 5 jaar weg is. Oké. Okay. Stel je eens voor dat je via het internet niet alleen met iemand kan praten, maar dat je die persoon ook kan voelen. Ik denk dan meteen, dat kan niet. Nou, volgens het bedrijf Holland Haptics in Delft kan dat wel. Zij ontwikkelen de iCaress, waarmee je elkaar ook kan voelen via de muis van je computer. Dit is de iCaress. Je kunt dit oppervlak hier kun je bewegen met je hand, met je vingers. En wat je hier doet, dat voelt de andere persoon aan de andere kant. Ja, hoeveel vingers steek ik op? 5. Ja. Dus als ik hier iets doe met mijn wijsvinger, dan voelt de ander dat ik mijn wijsvinger beweeg. En hetzelfde met mijn duim of met mijn pink. En dus je kunt elkaar beweging voelen op afstand via het internet. Ja, het was, ik was met een paar vrienden in de bar en wij dachten hoe cool zou het niet zijn als er een product was dat dit deed. Dat was het eigenlijk. En toen zijn we eraan begonnen te werken eigenlijk. Ja, dit is wat we noemen Frankenstein-model, prototype. Maar dit allemaal, straks als het in de winkel ligt, dan is dit allemaal teruggebracht tot een klein plaatje met wat kleine draadjes. Ik denk dit is het begin van een hele reeks van apparaten die komen op de internet. Niet alleen van onze bedrijven, maar ook van andere bedrijven. Zo net als je hebt vandaag een webcam. In de toekomst zullen zulke apparaten die aanraken over de internet brengen, die zullen heel belangrijk zijn. Brengen we hiermee weer een stuk gevoel terug, dat mensen elkaar op afstand toch weer dichter bij elkaar komen, elkaar kunnen aanraken. Als je verliefd bent is het wel fijn om elkaars hand vast te kunnen houden, ook als je niet bij elkaar bent. Dat is wel de bedoeling, ja. Fabienne, kom je even kijken hoe het werkt? Ja. Nee, ik heb het nog niet eerder geprobeerd. Ik ben benieuwd.
Dus even testen, Fabienne. Hoeveel vingers steek ik op? 1. Ja. Fantastisch. Ik geef een duim. Ondertussen is Frederik flink contact met mij aan het zoeken. Ja, ja. Wij willen onze eerste producten verschepen rond de zomer. En we zijn nu bezig aan een nieuw model en eigenlijk hopen dat het later dit jaar gewoon verkrijgbaar is. High five. Ja, ja, high five en mekaars hand vasthouden. Volgens mij zijn er sites die hele nieuwe mogelijkheden krijgen met dit product. Maar goed, dit was de start-up. Wie al een hele tijd geen groentje meer is op het gebied van ondernemen, dat ben jij, Tony. Ja. Op je 15e stond je al in de winkel van je grootvader. Een klopt, tweedehands kledingwinkel, ja. Die je later ook overnam. Ja. Moest jij niet naar school? Nee, je mocht toen met je 15e kon je van school af. En ik hoefde niet naar school. Ik ben toen wel naar de avondschool gegaan. Tenminste, dat dacht mijn vader. Ik ging dan de gang in en toen iedereen binnen was, want hij kon zo op die school kijken. Dan liep ik weer uit en ging de kroeg in. En dan voordat de school uitging, liep ik weer terug natuurlijk. En je dan had twee jassen aan elke kant van de gang één. Nee. Maar dat was wel heel erg. Ben je de dassenbranche ingegaan? Hoe is dat gegaan? Ja, maar dat is veel later geweest natuurlijk. Ik heb eerst in de stoklotsen gezeten. Ik kocht stoklotsen allemaal op. Je kreeg in Den Haag onder andere de Kommer. Met Henk van Straten, met Sjaan van Straten. Daar heb ik heel veel zaken gedaan in het non-food. Ik kocht al het non-food. En daar verdienden ze meer op als aan de foodproducten natuurlijk. En pas in 1980 ben ik in de dassen gegaan. Ja, en hoe kwam dat dan? Dat kwam omdat ik natuurlijk heel veel naar parties toe ging. Ik was natuurlijk een partybeest. En er kwamen heel veel natuurlijk directeuren van bedrijven. En ik zag, ja, die kunnen natuurlijk in de relatiegeschenken sfeer, kunnen ze wat hebben. Ik denk, nou, als ik nou een zijde das kan brengen voor een polyesterprijs, dan ben ik in de markt. Ja. En zo is dat gegaan. Wat en een van jouw heel groot geworden, ja. Wat een van jouw slogans is, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. Ja, en dat 11 dubbeltjes is meer als 4 kwartjes, dus zoek het in de massa. Ja, maar toch wil ik dat wel weten hoe het kan. Hoe kan het dat jij kwalitatief goede dassen aanbiedt voor een lagere prijs dat dan normaal? Dat is omdat je veel inkoop, omdat je inkoop hoog is natuurlijk. Hè. Ik ben maar alleen, hè, dus ik heb maar een kleine hand, dus ik hoef maar weinig winst te hebben. Maar de massa maakt het goed natuurlijk. Dus je moet voor de massa gaan. Ik ga ook niet aan een winkelier verkopen. Ik verkoop aan bedrijven. Hè. Die gaan met 500.000, 3.000, 2.000 stuks. Ja, maar worden er eigenlijk nog wel veel dassen gekocht? Nee, of merk jij nee, ook het is een stuk minder geworden. En dan moet je ook andere dingen erbij gaan zoeken. Ik heb nu ook een overhemdenlijn erbij. Ik heb een schoenenlijn erbij. Ik heb een riemenlijn erbij. Dus je moet natuurlijk, ja, wat daar weggaat, dan probeer je het aan de andere kant er weer bij te krijgen. Ja, nou even kijken naar de dassen aan tafel. Richard heeft Richard geen das, maar nee. daar zit hij bij. Je hoort er wel bij. Een das, ja. Burgemeester heeft wel een das om. Hij heeft een hele goede das om, natuurlijk. Een roze das om, maar heel goed. Ja, en dan heb je een goede combi. En jij hebt ook een goede. Jammer. Ja, want is dat goed? Ja. Nee, het is een goede das. Maar je krijgt van mij. Niet wat te vrolijk of. Ja, is wat te. Maar je krijgt van mij dadelijk een andere das. Ja. Dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Zo mooi is die blijkbaar ook. Jij draagt best vaak een das, of niet, Richard? Ja, maar ik heb nu een spijkerbroek aan. En dan vind ik een spijkerbroek geen das bij passen. Dus, en wanneer doe je dan wel een das op? Als ik pak aan heb, dus tijdens tennistoernooi, het ABN AMRO tennistoernooi. En als ik dus in pak ben, dan maar ik moet zeggen, dit vind ik de meest comfortabele. Het is wel redelijk netjes, overhemd, jasje. Ja, maar je ziet de keurigheid. Voel ik mij goed bij. Dan ben ik niet underdressed, maar ook niet overdressed. Ja. Dus maar volgens Tony had er nog wel een das bij. Ja, ik had het toch wel leuk gevonden. Bij een spijkerbroek vind ik het wel staan ook. Burgemeester, altijd een das op? Bijna altijd, maar in de weekenden bijvoorbeeld niet, tenzij ik een ambtsplicht heb. Ik heb wel gemerkt, zeker in Wassenaar, maar dat geldt denk ik voor alle gemeentes waar je burgemeester kan zijn, dat je
bij officiële plicht een das aan hebt. Maar ik, met heel veel plezier draag ik ook in de weekenden gewoon een lekkere trui. Een beetje dit Krajicek uniform, zal ik maar even zeggen. Wat me overigens erg doet denken aan Jacob Coonstam, die als staatssecretaris voor D66 in de jaren 90 kwam die ook zo naar de Kamer. Met een spijkerbroek, jasje keurig. Dat gaf toen nog wel even wat discussie. Dat was toen nog heel vooruitstrevend. Dat was toen heel vooruitstrevend, ja. Een beetje de D66. Kopen jullie je das eigenlijk zelf of doen jullie partners dat? Ik koop ze zelf op verschillende plekken. Maar pas na goedkeuring van partners? Nee. Ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid in deze. Ja? Die neem ik ook, ja. En wat nou als ze zegt, Jan, dat kan echt niet, die das? Nou, dan gaat hij achter de 200 dassen die ik al heb. Ja, dan komt hij ook niet meer om. Nee. Of dan kijk ik naar meneer Tetro. Ja. En Daphne? Nou, die heeft me wel geadviseerd in het verleden, maar ik heb het nu opgelost voor mezelf. Want ik vind das echt heel moeilijk. Ik weet niet of een das past of niet. En ja, bij jou zie ik dat ook niet echt of past. Maar ik heb nu opgelost. Ik heb nu eigenlijk altijd effen pak, wit hemd. En daar past eigenlijk iedere das bij. Dus dan ben ik veilig, weet je wel. Maar als ik met gestreept streepjes en dan kon voor mij geen schuine streep. Nou, ik werd er helemaal gek van, weet je wat. Ik heb ooit een aantal pakken gekocht en toen liet ik achterop de das en achter in de binnenzak van het pak een kleurtje naaien. En dan wist ik, die kleuren... Oh, die horen bij elkaar. Ja. Oh, dat is wel een goeie. Dat deed je zelf. Okay. En dat liet ik doen. Mensen die mij dat... dan kon ik tenminste zelf uitzoeken. Ja. Of je kan een aantal dassen kopen natuurlijk. Hè. Je koopt meer dan één en dan... Ja, nee, ik heb er meer dan één, maar dan nog acties van... Ja. Ik weet niet of het kan. Dus, maar dit is mijn basis en daar past op. Ja, ik heb voor jullie alle drie een das uitgezocht. En dat was natuurlijk voor mij. Welke das bij wie natuurlijk. Dus maar ik denk wel dat ik goed geslaagd ben. Ja? En die krijgen we? Ja, natuurlijk krijgen jullie die. Wanneer? Nu? Nou, als je dat wil. Als je maar onder de 49 euro dit is. Ja. Maar dat zal toch wel. Nu gaan we lachen. Richard. Even kijken. Zijn de eerste prijzen, dacht ik. Er zit van alles in. Ja, zwaar. Dat even kijken. Zo, dus ik neem aan dat hij hierin zit. Dat is wel mooi, hè? Ik heb een roze. Dat verbaast me niet echt. Nee. Het lijkt een beetje... Een hele mooie blauwe. Mooi donkerblauw. De waardigheid van het ambt past dit. Ja, inderdaad. En een mooie lichtblauw. Kan je hem zelf strikken, Richard? Nee. Ja, natuurlijk. Ja, nog wel, ja. Nog wel? Gewoon de windsurfer. Ja, dat lukt mij nog net wel. Kijk, hij staat niet verkeerd. Prachtig. Ja, hij is mooi. Dank je wel. Ik vind hem helemaal mooi. Dank, hij is heel mooi. De commercial break, doe ik hem wel even op. Maar leg mij nou eens uit, waarom heb je voor wie welke das uitgekozen? Waarom dacht je bij Richard Krajicek, ik neem zo'n lichtblauwe das? Omdat Richard Krajicek is natuurlijk nog een jonge god. en daar vind ik een lichtblauwe das... Vind ik, dat kan overal bij, dat kan bij zwart en dat kan bij grijs en dat kan bij blauw, dus dat kan overal bij. Deze das vind ik zeer gedistingueerd. Hij valt op, maar hij is toch heel erg gedistingueerd. Prachtig. Dus vandaar, en dan bij jou, misschien moet je er even omhoog houden, Jan. Ja, hij is werkelijk prachtig. Ja. Hij is werkelijk schitterend. Ja. Mijn dassen zijn altijd... Die gaat volgende week aan. Er zit een kenmerk om een das, als ik hem mag laten zien, Jan. Ja. Die das... Al mijn dassen, dat is alleen bij de Tony, die hebben een knoopje aan de achterkant. Ja, dat is ongelooflijk. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Waarom is dat? En dat, omdat je dan kan zien dat die das, die is alleen maar gemaakt van zijde. Ook de voering en alles, helemaal... Het is gewoon als bewijs. Bewijs. Voering. En het is heel apart. Gewoon een woordspeling, zeg Frits. Ja. Bewijs, voering. Tony, er zijn heel wat aanvallen geweest op de das. Ja. Wouter Bos die wilde geen das meer dragen. Het is begonnen Prins natuurlijk. Kraus. Het is begonnen met Klaus. Afgooide. Gooide. Maar toch gaat die das nooit helemaal kopje onder. Nee, die gaat nooit kopje onder. Hoe komt dat? Ja, omdat het is ten eerste... persoonlijk vind ik het zelf, als je mensen met een pak ziet en een das erop, dan vind ik dat gekleed. Ik vind als je een mooi kostuum draagt en er is geen das op, vind ik het toch minder. Je ziet het vaak, Frits Wester draagt ook mijn dassen. Als je Frits op de televisie ziet zonder das, of je ziet hem ineens keurig met das. Het heeft een hele andere uitstraling, vind ik. Ja, maar jij neemt hem alleen maar serieus omdat hij jouw das draagt. Nee. Ook, dat heb ik ook met anderen. Oh. Frits. Het is echt zo. Het is wel een beetje herkenbaar. Je komt natuurlijk binnen. Ja. En dan willen mensen ook zien dat de men verwacht dat. Je hebt soms een ambtsketen als je een officiële plicht hebt. Maar je hebt ook gewoon een pak en een das aan. Zo simpel is het. Dat hoort bij het werken. En ik vind het zelf ook wel mooier staan. We hebben een paar jaar geleden met Wouter Bos en anderen inderdaad de trend gehad. Pakken
met open hemden. Nou, dat zie je nog wel een beetje. Maar Diederik Samson zie ik dag in dag uit met een das. Terwijl hij daarvoor... Het zal met de waardigheid van zijn nieuwe ambt te maken hebben. Daar hoort ook weer geen das bij. Nee, dat zou een beetje een man zijn. Als je dan weer een das draagt, ook een beetje lastig als je een Shellboot wil enteren en dat soort dingen. Dan, ja, met een das op. Nee, dat werkt niet. Maar het is zo, als ik door de Amsterdamse grachten vaart, dan heb ik ook geen das op. Toch niet. Er zijn momenten dat jij geen das draagt. Oh, er zijn momenten. Oké, daar ben ik wel benieuwd naar. Over trends gesproken, wat zijn dan nu de trends? Nou, wat jij om hebt is kan de heel trendy. Ik loop natuurlijk erg voorop. Dat kan net. Ja, maar de effendassen, die zijn altijd niet zo heel trendy. Ja. Maar effendassen zijn eigenlijk, ik bedoel, aan de ene kant is het een beetje een veilige keuze, aan de andere kant, het staat wel altijd mooi. Altijd chic. Ja. En je hebt natuurlijk al wel andere dassen natuurlijk, maar die, ja. Dat vind ik weer niet zo mooi natuurlijk. Heel iets anders dan dassen. Jij organiseert ook 2 keer per jaar de Society Lunch. Ja. En hij zit er weer aan te komen? 17 juni in Wassenaar. In Wassenaar? In Kasteel de Wittenburg. In Kasteel de Wittenburg. En wat gebeurt daar precies? Nou, ik doe het 2 keer per jaar, hè, dat weet je. Zomers doe ik altijd een thema. Hè. Het thema dit jaar is Royal Ascot. Royal Ascot. Dat is natuurlijk dat is van de paardenrennen. Van de paardenrennen, ja. Hè, dus de dames met hoeden, de heren in jacket. Okay. En we doen het altijd in december, noemen we het gala, hè? Daar doen we ook het goede doel doen we daaraan. Ja. En daar geven we de Society Award uit, jou wel bekend. Ja, 2009 was het een briljante winnaar, kan ik me herinneren. Ja, wie zou dat zijn geweest? Ja, dus, en dat is, ja, het is eigenlijk klein begonnen, maar het is heel groot geworden. En ja, zolang het gaat nog. Al is het veel moeilijker geworden om het rond te krijgen, want de hele lunch wordt gesponsord. Alle artiesten komen gratis. En dus, ja. En ja, daar wil iedereen die zit te kijken, die denkt van daar wil ik wel naartoe. Ja, maar dat kan helaas niet. Je moet dus, nee. Uitgenodigd worden. Je moet genodigd worden. En ik zit nu aan de 400 gasten. Ja. 400 gasten? 400 gasten, ja. En die komen er allemaal van op? En die komen allemaal van op. Die zijn alleen verplicht om in december voor het goede doel. 10 dassen te kopen. Ja. Nee, een lot te kopen. Ah, ja. Dat is de koppelverkoop. Voor het goede doel is dat dan. Okay. Dat op een maar maandag. Nu is het helemaal. Nou, dat gaat toch moeiteloos dan? Misschien is het wel. Voor de mensen die komen is dat wel. Is het allemaal moeiteloos. Maar om het te organiseren en om de sponsors weer te vinden. Mm. Ja. Dat weet Richard ook wel. Om ze op het ogenblik sponsors te vinden is heel moeilijk. Ik weet wel iemand die zeker naar de Society Lunch toe zou willen. En dat is onze Sam. Iedere week kijkt hij ook achter de schermen van een bedrijf. En vandaag is dat de bloemenveiling van Flora Holland. De hele wereld wordt vanuit deze plek van bloemen voorzien. Ze zeggen dat de hele wereld hier samenkomt. Ze zeggen dat het belangrijkste exportproduct van Nederland is. En ik... mag een kijkje achter de schermen nemen. Flora Holland. Zet hem op, Pep. Mag weer. Hier achter ons komt alles binnen. Maar nog eventjes één stapje terug. Je hebt de kweker, die maakt zijn bloemen. Wat dan? Ze zijn klaar? Nou, dan komt zo snel mogelijk een transportbedrijf. Die komt ze 's nachts of heel vroeg in de ochtend komt ze ophalen. Om ze zo snel mogelijk naar de veiling te brengen. En dan zo snel mogelijk in de koeling. En dan zo snel mogelijk dat we 's ochtends om 6 uur gelijk kunnen gaan veilen. Hier zijn ze er vannacht al aangeleverd. Dus we gaan nu naar binnen om te kijken wat er vervolgens met die bloemen gebeurt. Bij binnenkomst worden de bloemen ingehaakt aan een ketting. Die ketting ligt in de grond verzonken en allereerst sleept de ketting de karretjes naar de veiling zelf. Daar zit de veilingmeester die de bloemen verkoopt. En die veilingmeester bedient met zijn voeten de snelheid van de ketting. Uitkijken waar je loopt dus, want de veilingmeester kan niet zien wat zijn voeten in het hele pand teweeg brengen. Hij ziet alleen het kleine stukje voor zich. En hij ziet natuurlijk de mensen die aan het kopen zijn. Dat rode balletje, dat zie ik boven beginnen altijd, ja. Op nul. Ja. Vroeger was de wijzer, nu is dan gewoon een lampje. Die kan je met een knop kan je omhoog brengen en dan loopt hij langzaam naar beneden. En op het moment dat een koper denkt van dit is mijn prijs, dan drukt hij. En voor die prijs, die je ook in de klok ziet verschijnen. Ja, op het moment dat hij zeg maar te laat is, dan heeft iemand anders... Heeft iemand anders hem. Als hij te vroeg is, heeft hij te veel betaald. Dus de zaak dat je precies... Ja, je moet zo scherp zijn. En dat is het moeilijke, dat is het geconcentreerde van het veilen. Oké, nog één keertje, komt hij. Nu heb ik 7. Ik heb... 17 betaald. 17, ja, is dat goedkoop? Ja, nou, hij zakt iets naar 16, maar dan bezit je zeker niet te duur.
Dus dat is mooi. We bestaan al 100 jaar en de oorsprong van het bedrijf is dat kwekers 100 jaar geleden gekozen hebben om samen te werken in de coöperatie. Flora Holland is een coöperatief bedrijf, eigenaar van de kwekers. En die kwekers werken dus samen in dit bedrijf om hun producten te verkopen. En zijn dus ook samen eigenaar van Flora Holland. Ja, we hebben het over een paar honderd of een paar duizend eigenaren dan. Dan hebben we het over meer dan 5000 eigenaren. Ik heb trouwens echt gedrukt. We zouden niet echt drukken. Ja, nee, maar... Heb je wel echt gedrukt? Volgens mij wel. Oh. Noem eens even wat cijfers. Gewoon eventjes dat wij een beeld hebben over de grootheid. Nou, waar zal ik beginnen? 20.000 verschillende soorten bloemen. Bijna 4 miljard omzet per jaar. 50 miljoen stuks die we iedere dag verkopen. Hoeveel cijfers wil je hebben? Het gebouw. De gebouwen van Flora Holland zijn 2,6 miljoen vierkante meter groot. Dat is echt enorm. Deze maquette laat goed zien hoe gigantisch groot het terrein in totaal is. Dan te bedenken dat ik vanochtend alleen maar op dit kleine stukje ben geweest. Dit is zeg maar de veiling zelf. En de rest van de gebouwen die je ziet, dat zijn de bedrijven van de kopers. Ja, en waarom zitten die kopers nou hier? Dat is natuurlijk omdat ze de bloemen zo snel mogelijk willen bewerken, in boeketjes willen samenstellen en naar de winkels willen doen. Anders zijn ze niet meer vers. Kijk, en zo heb je eigenlijk een keurig netjes verpakt eindproduct. Dit zijn ranonkels. Klaar om naar de bloemhandel te gaan. Weer een oma blij gemaakt. Nou, niet alleen mijn oma is daar blij mee. Ik kan een bloemetje ook waarderen. Dankjewel, Sam. En we hebben straks voor iedereen die hier in de studio is ook een bos bloemen. Dus dat krijgt u straks nog weer mee wanneer we klaar zijn. Richard, al wekenlang ben je bezig met de Koningsspelen. Aankomende vrijdag gaat het gebeuren. Ja. Is alles geregeld? Ja, op zich wel. Ik moet altijd even afwachten of het allemaal ook uitkomt. Maar ja, alles is geregeld. De vliegtuigen uit Shanghai komen met de shirtjes constant aan. We hebben 1,4 miljoen shirtjes laten maken. Ieder kind wat meedoet krijgt een mooi oranje t-shirt met koningsspelen erop. Maar die moet natuurlijk gemaakt worden, want oranje is geen modekleur. Dus we konden niet alle shirts... Shanghai was lekker goedkoop. Nou, dat valt mee. Je kon nog goedkoper bijvoorbeeld in Bangladesh. Maar daar hadden we niet de garantie met bijvoorbeeld kinderarbeid. Dus dat vonden we wel erg belangrijk. Er zit ook constant iemand van ons in de fabriek. Van het bedrijf die dat voor ons regelt. Om te checken dat inderdaad goede arbeidsomstandigheden zijn. Dat is natuurlijk wel belangrijk. Dus we hebben 1,15 miljoen daar laten maken. En 250.000 stuks in Nederland. Okay. En, maar dat wordt dus ingevlogen. En dan van de week had een lading vertraging. Want er waren wat speurhonden aan het afstuderen. En die hadden onze shirts uitgekozen om daar doorheen te snuffelen. Ja, dan heb je opeens 6 uur vertraging. Of iedereen krijgt een gratis ontbijt die meedoet. Dus 1,5 miljoen ontbijtjes zijn dat ongeveer. Inclusief de leerkrachten. Die en, komen er werden, ja, dus die moet, komen niet uit Shanghai. Neem die komen niet, dat is allemaal gewoon Nederlands product. Dus echt heel leuk, de bedrijven die allemaal meedoen, Unilever, ja, Campina. Wat gaat er dan precies gebeuren? Iedereen krijgt een shirt en een laatste ding wat dan raar misgaat is dat moet boter zit bij het ontbijt. En er werden 25.000 kuipjes boter op elkaar gestapeld en dat is in elkaar gezakt. Oh. Dus moet even nieuwe geregeld worden. Maar inderdaad de boterberg, dus dat... Ja, hebben we daar ook eindelijk eens een oplossing voor. Ja. Maar dan, iedereen krijgt al die... Het gaat om leerlingen. Basisscholen zijn 1,6 miljoen leerlingen, 7.500 basisscholen, hebben ruim 6.500 scholen zich ingeschreven. Dus 1,35 miljoen kinderen in Nederland, plus nog een keer 40.000 op de Antillen. Ja. Die beginnen 's ochtends met gezond ontbijt. Om 9:30, dat zal live op tv zijn, zal onze aanstaande koning het startschot geven. Dan meteen is er een dansje, bewegen is gezond van kinderen voor kinderen. Dat de bedoeling is dat iedereen dat tegelijk doet. En dan hebben we meteen een wereldrecord, dus dat is wel leuk. Het wereldrecord staat op 16.000, dus dat moeten we zeker kunnen verbreken. Ja, dat wordt wel zwaar. Dus de kinderen kunnen allemaal onderdeel zijn van een wereldrecord. Dat is echt wel heel leuk. Ja en dan... begint de sportdag. En dat is eigenlijk voor iedereen vrij in te vullen. En om het op een leuke manier te doen met elkaar. Ik bedoel, we verhalen gehoord van bijvoorbeeld in Haarlemmermeer komen heel veel scholen bij elkaar. En die zitten voor mij met 4000 kinderen tegelijk eigenlijk te sporten, zo georganiseerd. In Muiden hoorde ik dat ze op het Muiderslot gaan ze allemaal de ridderspelen doen. Dus wedstrijd varen in de slotgracht. En allemaal van dat soort dingen. Dus erg leuk. En wij proberen het dan aan te kleden met dat
gratis ontbijt. Met dat shirtje. Ze krijgen een heel feestpakket om het aan te kleden. Dus met ballonnen, een grote vlag, allemaal vlaggenlijnen. Dus gewoon, ja, we proberen wat extra's te doen om het toch wat specialer te maken. En de dag moet gewoon leuk zijn. En je hebt ook scholen, ik ben in Schilderswijk geweest, die waren te laat met een sportfaciliteit. Die gaan nu op het schoolplein 35 oer-Hollandse spelletjes doen. Dus zaklopen, weet ik veel, hinkelen, koekhappen. Iedereen is gewoon bezig om op een leuke manier te bewegen. Te spelen, sport te spelen, bewegen. Ja, en ik begrijp dat die scholen daar ook nog een beloning voor kunnen krijgen. Want degene die het meest creatief invullen, die kunnen... Ja. Een bezoek van de koning en de koningin verwachten. Ja, nou, het is andersom. De koning en koningin die gaan in mei, juni de provincies, alle provincies bezoeken. En inderdaad, de winnende school van die provincie, die kan een aantal afgevaardigden sturen. Dus een aantal kinderen, ik geloof iets van 15 kinderen ongeveer, met een leerkracht. En die kunnen daar op de plek waar de prins, of nou, dan zijn ze al koning en koningin, komen, kunnen ze die ontmoeten. Dus per provincie. Dus eigenlijk nog een extra soort van erkenning. Dat mensen zich hebben ingezet en we hebben het heel breed gehouden, want zeg, ja, omdat we willen eigenlijk de creativiteit dat die losgaat bij de scholen, bij de mensen. Dus ik heb ook een hele leuke gehoord van een school, die is de hele week bezig met het Koningshuis. Dus die begint op maandag over de hele geschiedenis van ons Koningshuis en op dinsdag gaan ze bijvoorbeeld naar het Muiderslot toe, wat daar allemaal gebeurd is. En uiteindelijk woensdag, donderdag doen ze wat dingen en dan vrijdag zijn die koningsspelen. Dus dat zijn van die dingen hoe het wordt ingevuld. Ja, het is gewoon heel gaaf en heel veel mensen enthousiast. Maar, dus ik begrijp dat dit is de invulling daarvan, maar jij hebt het oorspronkelijke heb jij bedacht, de basis heb jij bedacht. Ja. Waarom bedacht je van we krijgen een troonswisseling, we gaan koningsspelen doen? Of zit sport gewoon altijd in jou? Nou ja, kijk, ik werd gevraagd voor het comité begin februari. En ik denk van de enige reden waarom ze me vragen is omdat ik een heel aardige jongen ben. Ja. Nee, de enige reden, dat dacht ik, is omdat ik met jeugd en met sport heel erg bezig ben. Dus met die gedachte zat ik ook, zou ik maar zeggen, bij de eerste vergadering in het comité. En ik was heel erg gefocust nog op 30 april, maar ja, dat was toch lastig. Het is heel druk, ja. Heel veel mensen zullen tv kijken. Nou, toen zaten we denken aan het weekend. En toen had iemand gezegd, nee, we moeten gewoon op de vrijdag iemand in het comité van, laten we het nou op vrijdag doen. Ja. En dan vragen we gewoon ontheffing aan het OCW, ministerie. En ja, zo is geboren. Ik zei, ja, dus doen we het zo. En toen zei iemand van, mooi, dan ben jij voorzitter van die subgroep en zoek het maar uit. Zoek het maar uit, ja, heel goed. Jan, ga jij de 26e in Wassenaar naar al die scholen? Ja, we hebben dat ook echt aan de scholen gevraagd. Want scholen hebben tegenwoordig wel het nodige wat de overheid en anderen aan hen vragen om te doen en te laten. Je zit vlak tegen die vakantie aan, de meivakantie. Dat is best een praktisch probleem voor scholen. Ik ben heel blij dat de 8 basisscholen in Wassenaar ook allemaal meedoen. Dus, alle 8? Ja, nou, ja, ja, alle 8. Goede scholen, goede gemeente. Goede scores, hè? Goede scores, ja. Wethouder Fatma Kozakaria en ik zullen ook verschillende scholen bezoeken en kijken nou ja, wat we daar gaan doen. En we geven misschien de startschot mee en we zingen een beetje mee. En dat wordt gewoon een hele leuke, vrolijke dag. En ik ben wel heel blij dat dit fantastische initiatief door Richard en het Nationaal Comité natuurlijk onder leiding van Hans Weijers genomen is. Want dat brengt gewoon die hele kroning en die abdicatie ook in een soort breed pakket, ook voor de jeugd. Dat is hartstikke goed. En jij vindt dat voor die erkenning, daar zit de taak voor de burgemeester. Die moet een van die 8 scholen uitzoeken. Ja. Wie dan? Ja. Dus dat wordt nog eens. Dus daarom gaat hij ook kijken. Ja. Daarom gaan we ook kijken. En we geven ook mokken er even los van. Ja. Mokken, ja, dat hoort. Misschien een heb jij ook al zo'n mok gekregen? We hebben allemaal zo'n mok gekregen. Maar jij hebt natuurlijk überhaupt een mooi belang voor Wassenaar. Want na 30 april wonen de koning en de koningin in Wassenaar. Ja, ze blijven wonen waar ze wonen. Ja. Voor de voorzienbare toekomst. Die vraag krijg je elke dag 5 keer. Wat, hoe lang zal dat zijn? Mijn antwoord is dan... Nou, wat maakt het uit? Wat maakt het uit? En vooral, dat is aan hen zelf te beslissen. En dat zal... Maar heb jij al afgesproken dat je 1 mei even op de koffie komt? Nee, dat heb ik niet afgesproken. Dat gaat zo niet, meneer Hoefnagel. Oh. Nee. Nee. Maar ga je er nog iets mee doen? Je hebt er niet... Elke burgemeester heeft de koning en de koningin in zijn gemeente. Ik denk dat ze wel wat anders te doen hebben. En wat je vooral niet moet doen als burgemeester van zo'n gemeente is aan die deur maar kloppen van hier ben ik. Dus dat doe je allemaal heel... Nou, je kan ze toch eventjes feliciteren. Nee, zo werkt dat niet, meneer Hoefnagel. Dat weet u zelf ook. Nou, als ik burgemeester zou zijn, de koning en de koningin zouden in mijn gemeente wonen, zou ik ze wel even gaan feliciteren. Ze hebben een fix programma. En er komt ongetwijfeld een moment, een beetje na die tour door de provincies en dergelijke, waarop je wat aardigs zou kunnen doen. En het zou nog aardiger zijn als we hen iets, ook in de gemeente, wat ze vaak gedaan hebben, laten doen. Dus dat is allemaal voor later zorg. Oké. Okay.
Dus het gaat wel gebeuren, maar u zegt, ik sta niet vooraan. Alles heeft zijn tijd. Ik zou er toch iets mee doen, hoor. Je hebt de koning en de koningin in je gemeente wonen. Ja, daar ben ik heel blij mee. Je hebt nog even, hè? Je kan er nog even over nadenken. Ik ben daar heel trots op. Ja. Tony, jij lijkt me niet echt een sporter. Hoezo? Ik doe heel veel aan dammen en backgammon, ja. Ja. Maar heb je wel iets met sport? Nee, ik vroeger wel. Vroeger heel veel gesport. Maar dat is er geen tijd voor gehad. Ja. En hoe kijk jij aan naar die aanloop naar de troonswisseling? Heb je iets met het Koninklijk Huis? Jawel, zeker heb ik iets met het Koninklijk Huis. Ik vind het geweldig dat er is. Ja. Dragen ze goede dassen eigenlijk? De meeste wel, ja. Maar dat is ook gekomen. Ik ben een keer geïntroduceerd door Prins Bernhard bij het Wereld Natuurfonds toen. En toen heb ik 5 jaar lang de dassen gemaakt voor het Wereld Natuurfonds. Dus ik heb al wat met het Koninkhuis. Ja. Hoe zet jij je eigen kinderen eigenlijk aan tot sporten, Richard? Nee, je neemt ze gewoon mee in het begin en dan vinden ze het hopelijk leuk. Ik maak niet uit welke sport ze doen, maar ik vind het wel belangrijk dat ze sporten. En, ja. Dan weet ik jouw jongste, Alec, die is ook fanatiek tennisser. Ja, die tennist heel graag, vond hij heel leuk om te doen. Hij wilde eigenlijk liefst iedere dag doen, tot voor kort eigenlijk 4 keer in de week. Dat was natuurlijk al veel, maar zijn leeftijdsgenoten die tennis soms 6 keer, 7 keer. En nu gaat hij waarschijnlijk naar 5 keer in de week. En mijn dochter, die tennis 1 keer in de week, vindt dat oké. Maar die hockeyt weer heel graag. Dus ik ben blij dat ze allebei van bewegen houden. En het is goed voor je. Ik heb het gevoel dat het ook nog echt gewoon leuk is om te doen. Maar zou je, ja, leuk. Want dat is dus misschien wel is dat een voorwaarde? Want jij hebt ook wel periodes gehad dat het niet zo leuk was om te sporten. Maar ja, je hebt wel een Wimbledon-titel op zak. Ja, ik vond sporten op zich wel leuk, maar zou ik maar zeggen, de druk die erachter was voor het presteren, dat vond ik minder. En dat probeer ik een beetje dat haal ik eigenlijk weg bij mijn kinderen. Van, weet je wel, ik vind het leuk, doe gewoon je best, maar of je nou wint of verliest, dat vind ik niet zo heel belangrijk. Maar wel dat je je best hebt gedaan, dat is gewoon zonde van je tijd. En, maar die Alec wordt geen Wimbledon-winnaar op deze manier. Ja, dat weet je niet, er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Ja? Ja. Dat zou toch wel kunnen. Vrijdag is de grote dag, 26 april. Ja. Ben je dan een beetje klaar of heb je 30 april ook nog wat te doen? 30 april dan mogen naar de kerk met Daphne, dus vind ik echt leuk. Kijk. Ja, heel speciaal. Dus, ik heb, Tony, wat voor een das moet hij dan om? Misschien die ik hem net gegeven. ik weet niet. Ik heb nog, ik ben 14 jaar geleden ben ik getrouwd. En een rockkostuum. Ja, inderdaad. En Jacket. En die pas ik nog steeds, ongelooflijk. Maar onder een jacket mag je een das dragen. Grijs. Ja. Maar heel goed. Dat heb ik nog allemaal van. Het is allemaal 1 keer gedragen. Het is helemaal nieuw nog. En, past erin, dus en dat doe ik. Dus we zien jou in ieder geval in jacket in de nieuwe kerk. Ja, dus en de rest veel tv kijken, denk ik wel. Heel gaaf. Kijk erg uit naar de dag. Ja. Ja, nou ja. Jan ook? Ik ben ook in de kerk. Ja, ja ook ik denk in de niet kerk. De jacket. Ik denk toch, het wordt overgelaten. Het kledingadvies is of donkerpak of jacket. En ik vind het zelf, ik ben nog aan dubben, maar ik denk dat het donkerpak kies. Ja. En Tony, wat doe je op de dag zelf? Ik zit thuis op de bank. Zonder das. Ja, maar zonder wel jacket. Zonder das. En dan zit je vooral te kijken wat ze aan hebben. Jacket, moet je daar met lakschoenen of gewone schoenen? Ik draag het zelf met lakschoenen, maar het mag met gewone schoenen, geloof ik. Ik zou zeggen, gewoon. Kijk nou, heb twee. Dat is toch handig dat we hier bij elkaar aan tafel zitten. Ja. Wat ook handig is, is dat Sam zoals elke week weer een netwerkinspectie heeft gedaan. En dit keer heeft hij dat gedaan bij de Haagse Communicatiedag in het WTC in Den Haag. En Sam zoekt uit wat de juiste communicatiemiddelen van vandaag de dag zijn. Hier tijdens de Haagse Communicatiedag 2013 zal men inventieve manieren hebben gevonden om met elkaar in contact te blijven. Maar ik vraag mij af of niet juist de bakkelietentelefoon nog steeds het juiste communicatiemiddel is. Communicatiemiddelen. Sam is vandaag op de Schravenhaagse Communicatiedag. Hij zoekt uit waar de hedendaagse communicatiemiddelen voor worden ingezet. En of het allemaal wel zoveel beter is dan de ouderwetse telefoon. Hallo?
Sorry, ik was aan de telefoon. Dat is echt een ouderwetse tijd toch, hè, bakkeliet? Dat is telefoon. Echt een prachtige tijd. Dat was nog de tijd van echt met elkaar praten. Tegenwoordig tik je toch alleen maar met elkaar. Nee. Waarom willen wij met z'n allen dit oeroude, hele goed werkende concept van de telefoon nog verbeteren? Omdat het heel goed werkte, 20, 30 jaar terug, maar de tijden zijn veranderd. En er is nu veel meer informatie beschikbaar. Mm. Mensen zijn op een andere manier met elkaar gaan interacteren. Daar passen ook nieuwe communicatiemiddelen bij. Het is eigenlijk de allermooiste. Bellen gewoon. Gewoon bellen, ja, natuurlijk moet je gewoon bellen. Maar dat ga je ook doen op het moment dat die relatie er is. Mm. Maar op het moment dat je nog geen telefoonnummer hebt, hoe vind je dan diegene die bij je past? Misschien is dat waar moderne communicatiemiddelen over gaan. Mensen bij elkaar brengen die elkaar anders niet zouden tegenkomen. Bijvoorbeeld met Twitter of Wizuki. Iedereen kan zien wie er allemaal deelneemt. Wie er ingeschreven is in Wizuki bij het event. Ook wie zijn profiel actief heeft. En iedereen krijgt een matchingslijst. Ik heb gisterochtend om 8:30 getwitterd dat ik op zoek was naar een hovenier. Want die tuin bij ons die ziet er niet uit. En 8:15 had ik 6 hoveniers in mijn inbox zitten. Dit is eigenlijk 1-0 voor digitale dingen en telefoon. Ja, het was in dit geval 1-0 voor Twitter. Nou Sam, daar sta je dan met je oude medium. Maar die telefoon kan nog altijd wel van pas komen als het contact eenmaal is gelegd. Wij hebben nu hier samen een leuk gesprek. Gaan we straks kaartjes uitwisselen. Dan denk ik, is toch eigenlijk de allerbeste manier om jou morgen nog eventjes te contacten. De telefoon pakken. Soms wel, als ze dingen haast hebben of als je snel contact zoekt, is dat een perfecte oplossing. Aan de andere kant, we zijn allemaal druk. Als je belt, komt het niet altijd uit. En als je dan iets nastuurt, dat iemand terug kan bellen op het moment dat het hem uitkomt, dan zit je misschien wat beter. Slotvraag. Wat staat er deze week bij jullie in de agenda waar je naar uitkijkt of wat er zeker niet uit mag? Tony? Ik kijk er naar uit. Ik moet mijn website vernieuwen en daar... Dat doe ik altijd met een hele goede kennis en dat vind ik hartstikke leuk. Oké, Jan? Ja, ik moet vrijdag volgende week, aanstaande vrijdag, de koninklijke onderscheidingen gaan uitreiken. Ja, tuurlijk, lintjesregen. De lintjesregen, dat is een hele mooie dag, omdat het is leuk om te doen. Maar het is ontzettend leuk om naar de mensen te kijken die het krijgen. Daar probeer ik een mooi verhaal te houden. Ja. En dan zie je een groot aantal weten die gelukkige niet mensen. Hem krijgen, nee, ze toch? Worden gelokt naar het gemeentehuis met een smoes. En de meeste trappen daarin. Hele enkeling heeft nog eens een aanwijzing vooraf. En de mensen gaan heel blij naar buiten en dan staat al die familie daar en dan gaan we zingen en het wordt prachtig. Richard. Ja, 2 dingen. Uiteraard de Koningsspelen vrijdag, de opening samen met Willem-Alexander Maxima. Maar morgenochtend vroeg sla ik samen met Marco Borsato de gong op de AX-beurs om de Nationale Sportweek in te luiden. Kijk eens aan, dat top, wordt weer top, een top. Mooie week. Ik wens jullie ook allemaal een mooie week. Volgende week zondag, dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Frits. Dan zullen we het natuurlijk hebben over de op handen zijnde troonswisseling. En gaan we praten over de politieke consequenties. En kijken we naar wat we op 30 april kunnen verwachten als het gaat over etiketten en mode. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Deze uitzending kunt u terugkijken op omroepwest.nl. En wilt u een keer hier in het publiek zitten, dat kan. Meld u zich dan aan via publiek@omroepwest.nl. Graag tot volgende week. Dag.